egocentrisch, visueel. De derde trigger die we in het reptiele brein hebben, is emotie. Vaste stelregel die ik heb, en als je iets op wil schrijven van vanavond, dan zou ik deze opschrijven, uitprinten, boven je bed hangen. Informatie leidt tot analyse en emotie leidt tot actie. Op het moment dat wij geïnformeerd worden, dat is ons nieuwe brein, dat is onze neocortex, ons menselijke brein. Dat is het woordjes leren op school, hè? Of het stampen vroeger voor het toetsen. Dat is niet leuk. Dat onthouden we ook helemaal niet. Daar is ons brein ook helemaal niet op gebouwd. Ons brein is gebouwd op emotie. Wij kunnen geen losse informatie onthouden, tenzij die informatie met een emotie is gebracht. Bijvoorbeeld in de vorm van een verhaal. Dan onthouden we het wel. Dus je wil je bezoeker altijd een emotie geven, want als je hem geen emotie geeft, dan doet hij niks, dan zet hij geen actie. Nou, dan hebben we verschillende soorten emoties. Je kan ze ruwweg verdelen in genotsemoties en pijnemoties. Wat je eigenlijk altijd wil doen, is je bezoeker, als je wil dat hij daadwerkelijk iets koopt of zich aanmeldt, is ofwel genot geven, ofwel pijn weghalen. En daar is de regel dat pijn zwaarder weegt dan genot. En mensen hebben van nature een aangeboren verlieservaring. Dat betekent dat wij van nature een veel grotere angst hebben om iets te verliezen dan dat we de ambitie hebben om iets te winnen. Mensen gaan liever voor behoud dan voor mogelijk verlies. Liever voor behoud dan eventuele winst met een mogelijk verlies daarbij. Dus ik heb er maar even FOMO sapiens van gemaakt. FOMO staat voor the fear of missing out. En dat is wel wat deze tijd kenmerkt. Mensen zijn heel bang om iets te verliezen. Nou, ook dat kan je gebruiken in je marketing. Bijvoorbeeld in je afrekenprocessen. Hier zie je een heel klein stukje van een betaalpagina. Het is maar heel klein, maar toch op de belangrijkste plek van de pagina, de grote afrekenknop, hebben we toch nog een heel klein stukje tekst bijgezet met de betaling is veilig en je hebt altijd garantie. Om net nog even dat extra stukje veiligheid te geven op het moment dat iemand daadwerkelijk een beslissing maakt. Haal je dat soort kleine tekstjes weg, zie je gewoon dat je verkopen omlaag gaan, hoe insignificant het ook lijkt. Maar we hebben het ook weer wat verder getest, die verliesaversie. Bijvoorbeeld met dit pop-upje. Twee varianten gemaakt van een pop-upje van een van mijn e-books, Winnen in Google. Ik liet dit pop-upje zien. Winnen in Google krijgt meer gratis bezoekers uit Google aan de helft van de bezoekers op de site. En automatisch aan de andere helft precies dezelfde, maar dan met een andere ondertitel. Voorkom dat je website gaat dalen in Google door niet dezelfde fouten te maken als 70% van de ondernemers. Wie denkt dat die bovenste het beter deed? Toch nog een paar mensen. Ik wou net zeggen, iedereen goed opgelet. Wie denkt dat de onderste het beter deed? Dus nog stiekem je hand opsteken als je net je hand opstak. Ja, de onderste. Dus die bovenste. Even kijken, waar is de laptop? Hier zo. Ja. Scoorde 2,5% resultaat en die andere bijna 3 keer zoveel. Door 1 regel aan te passen. Dus mensen willen liever pijn voorkomen dan dat ze de ambitie hebben om genot te winnen. Kom boven in Google, krijg meer bezoekers. Of voorkom dat je gaat dalen, voorkom dat je verliest wat je op dit moment hebt.